Hallo allemaal, ik ben Carla en ik ga verder met het eindexamen Latijn 2025, Virgilius Aeneas. In dit geval eindigt Jupiter zijn voorspelling en hij voorspelt nu de komst van Augustus. En hij zegt dit allemaal tegen Venus en dit is allemaal nog boek 1. Altijd eerst kijken naar onderwerp en PV en in de aantekeningen staat dat dat hierbij essen verzonnen moet worden, aangevuld moet worden, dus een ellips. Dat betekent dat placitum esse eigenlijk samen een PV vormt. En placitum is onzijdig, niet mannelijk of vrouwelijk, maar onzijdig. Dus daarom kun je mooi zeggen, het is besloten. Wat verder heb ik natuurlijk verder niks nodig. Het is besloten. En je zou kunnen zeggen dat er een ACI-zin komt, maar dat komt niet. Het is zo'n soort achterafje. Hij heeft hierboven alles al gezegd. En dan als een soort conclusie, zo is het besloten. Dus denk eraan, placitum is onzijdig, dus vertaal het ook onzijdig, niet met hij, zij of het, nou, met hij of zij, maar met het. Volgende, veniet is een hoofdzin, ik spring hem even naar voren. Ik ben nou toch niet met scanderen bezig. Veniet is een PV. Lustris labentibus is een ablativus. Meestal is de ablativus, hè? Dativussen komen niet zo vaak voor. Aetas is een nominativus. Dan cum. Cum. Achter cum staat geen ablativus en dus is het voegwoordje. Geen voorzetsel, maar het voegwoordje. Domus is een nominativus. Asaraki is een genitivus. Ftiam clarasque mecenas is een activus. En er staat geen komma, dus enjambement, de zin loopt door. Servitio is een ablativus. Premet is een PV. Dus zorg wel dat je alle naamvallen snel kunt herkennen, anders zit je daarmee te worstelen. En als je alle naamvallen snel kent, dan hoef je alleen maar tijd te besteden aan het bij elkaar zetten, in plaats van opzoeken welke naamval het is. Victis is een ablativus. Argus ook. En dominabitur is een PV. Nou, wat moet het dan worden? Drie zinnen dus. Veniet zal komen, een futurum. En het onderwerp is aetas, een tijd. Een tijd zal komen. Ja, daar heb ik verder natuurlijk geen aanvulling bij nodig. Dus dan krijg je er zal een tijd komen. Er zal een tijd komen. Wat blijft er dan over? Een ablativus. Ik zie een zelfstandig naamwoord lustris en ik zie een PPA in de ablativus. En ik denk, ik heb eigenlijk verder helemaal geen aanvulling nodig. Dus dit zal een ablativus absolutus zijn. En dat doe je dus met een aparte bijzin. En het is een PPA, dus ik vertaal met terwijl de lustris is de jaren voorbijgaan. Eigenlijk voorbijglijden. Labor betekent iets met glijden. Oké, die heb ik. En dan, Domus Assaraci is het huis van Assaracus. En wat doet hij? Hij premet zal. Denk eraan, het is een, zeg nou, een MK-stam, dus het is een futurum en geen tegenwoordige tijd. Het is premurre en niet premeren. Het huis van Assaracus zal onderdrukken. Eigenlijk drukken, maar hier is de bedoeling onderdrukken. Het lijnend voorwerp daarbij zal onderdrukken, is die accusatieve daar die er staan. Ftia en het beroemde Mycene. Ja, dat heb ik. Eigenlijk heb ik verder niks nodig. Dus oké, het huis. Even mijn kernzin bij elkaar zetten van, is nog steeds mijn klatje, hè? Assaracus. Oh, ik had als Rukus daar geschreven. Oké. Zal Ftia en het beroemde Mycene onderdrukken. Oké, wat heb ik nou nog niet vertaald? De cum. En dat was een bijzin. Betekent wanneer? Als er een voegwoord staat, betekent het geen. Als er een futurum staat, betekent het geen toen, maar betekent het wanneer? Dus wanneer het huis van Assaracus zal, moet ik nu verplaatsen, anders heb ik een hoofdzin.
het beroemde Thea en het beroemde Mycene zal onderdrukken. Daar staat hij beter. Wat heb ik nog meer? Servicio. Servicio. Zal onderdrukken. Servicio betekent slavernij. Dus wat zou het mooiste zijn bij deze ablatives? Door met in op vanaf. Ik denk met slavernij. En dan heb ik mijn zin. En dan de dominabitur. Hij zal heersen. Het zal heersen. Het huis. Dus het zal heersen. En dan hebben we nog verder over iets. Verder staat er verder niks in. Wat ik verwacht. En het is een deponens, denk eraan. En dan hou ik over victis archis. Victis archis is ook weer een ablatives absolutus. En, oh sorry, het hoeft niet per se. Terwijl Argos overwonnen was, het zou een ablatives absolutus kunnen zijn. Maar het zal heersen in, kan ook. In, dus door met in op vanaf voor deze ablatives kan ik wel wat verzinnen. Dus het zal geen ablatives absolutus zijn, maar een bijwoordelijke bepaling. Ak is hetzelfde als atque en atque is een voegwoordje, een nevenschikkend voegwoordje. En dat betekent dat je altijd moet kijken naar hoe begint de zin voor de ak. De zin voor de ak begint met wanneer en dus is dat bij deze ook zo. Als je niet zeker weet dat je het in de goede volgorde zet, herhaal dan het werkwoordje even voor jezelf, tussen haakjes of zo. En, wanneer, en dan krijg je automatisch een goede zin. En wanneer het in het overwonnen Argos, in het overwonnen Argos zal heersen. Oké, volgende zinnetje. Dat zal ik maar weer scanderen. Ik was gewoon vergeten de vorige zin te scanderen. En dan doe ik het deze. Nasce tur pulchra Trojanus origine keizer imperium om imperiosiano famam qui terminet astris Julius a magno de missum nomen. De missum nomen Julo. Julius A. Magno. De missum nomen Julo. En er hoort nog wat achter, denk ik. Nee, deze klinkt een beetje vreemd. Maar die andere twee gaan goed. Nasce tur pulchra Trojanus origine keizer imperium imperiosiano. Denk aan de ellips. Imperiosiano. Famam qui terminet astris. Julius A. Magno de missum nomen Julo. Dit is natuurlijk geen ellips, maar een elisie. Is aan het eind van het woord gevolgd door een klinker aan het begin van het woord. Dan vervalt de En dat is niet een ellips, maar een elisie. Wat me wel opvalt, nasce turpul gra. Deze A is lang, dus dit moet een ablatives zijn. Als je een lange A krijgt, dan is het altijd een ablatives. Dat is wel handig. Daarom is het soms handig om snel te kunnen scanderen. Want dan weet je van, oké, deze pulchra is een ablatives, geen nominatives vrouwelijk, geen nominatives accusatives meervoud onzijdig, maar het is een ablatives enkelvoud vrouwelijk. Nascetur is een PV. Ook weer een futurum. Als je ergens één futurum hebt, komen er vaak meer. Trojanus is een nominatives. Keizer ook. Origine is een ablatives. Daar zal die pulchra bij horen, denk ik. Het is wel een hyperbaton, staat uit elkaar. Imperium oceano. Die hoort bij de volgende zin, maar dat is dan een... In de aantekening staat wel dat je dit anders moet lezen. Dit is een... De woordvolgorde klopt hier niet en dat is ook meer metri causa onder andere. Maar ook om de aandacht te trekken, de nadruk te krijgen op de accusatives. Heel vaak heb je een accusatives die dan buiten zo'n bijzin geplaatst wordt voor de nadruk op die accusatives. En dat heet dan de vooropplaatsing van de accusatives. Hele duidelijke naam als stijlfiguur. Famam ook. Het is dus een opsomming van twee dingen. En astris is dan ook een ablatives. Qui is een nominatives. En terminet is een PV. Het staat wel altijd in de aantekeningen of deze woordvolgorde klopt of niet. Want anders denk je van, hoezo Imperium Oceano zou ik liever daar tussen achter Caesar hebben. Het is wel een bijzin. Qui is een bijzin. Dus daar moet ik ook even aan denken. En Julius is een nominatives. A. Magno is een ablatives. Net zoals Julo.
De missum nomen is een nominativus. En in de aantekening staat wel dat dit Julius een bijstelling is bij Caesar. En de bijstelling is dus niet een aparte zin, die hoort gewoon bij de zin waar je mee bezig bent. Nascetur is, zal geboren worden, ook weer in futurum, en dan krijg je een Trojaan. Zal geboren worden, dan komen een aantal namen, Caesar, zo heet hij. En hij heet ook nog Julius. En van die Julius wordt gezegd dat het een naam afgeleid zijnde van. En daar hoort dus een ablativus bij. En A plus een ablativus, beter gezegd. Plus A plus ablativus. Wat heb ik dan nog niet verteld? Pulchra origine. Pulchra origine. Ik heb verder niks nodig eigenlijk. Een Trojaan zal geboren worden. Ik heb niks nodig. Maar er staat dus wel iets erbij. Maar oké, dat vul ik straks al in. Eerst even de kernzin. Dus een Trojaan zal geboren worden. Even expres de naam uitstellen natuurlijk. Caesar. Julius. Julius. Een naam afgeleid zijnde. Van. Oké, waar is hij dan van afgeleid en wat heb ik nog meer niet vertaald? Is maar die pulchra origine. Dat is in het begin, die heb ik nog niet vertaald. En pulchra origine is een mooie afkomst. In de ablativus, dus een Trojaan zal geboren worden van een mooie afkomst. In een mooie afkomst. Wat klinkt het mooiste? Een Trojaan zal geboren worden van een mooie afkomst. Dat klinkt leuker. Een mooie afkomst. Of vrijer vertaald, wat in de aantekening staat, uit een edel geslacht. Caesar, Julius, een naam afgeleid zijnde van. En dat is die A met de ablativus. Nou, die moet ik natuurlijk hier wel bij zetten. Aanvulling bij afgeleid zijnde van. Plus A plus de ablativus is in dit geval van de grote Julius. Dus een naam afgeleid zijnde van de grote Julius. En dan een bijzinnetje die iets zegt over die Caesar. Caesar die. Qui is het onderwerp? Is een relatief onderwerp en het antecedent is Caesar. Altijd handig voor jezelf om dat er even bij te zetten, dus haakjes. Die terminet. Terminet betekent beëindigen, die afbakend. En natuurlijk heb je een leidend voorwerp nodig bij afbakenen. En dat zijn er twee. Namelijk de oceaan. En er staat wel geen en, maar die, dan is het een syndeton. Een rijk. En nog een roem. Twee dingen bakent die af. Dus Caesar, die een rijk afbakend. Zijn rijk misschien niet wel. Gaat over zijn rijk afbakend. En een zijn roem afbakend. Dan heb ik nog een paar ablativussen. Hij bakent het gezag, het rijk af met de oceaan. Dat betekent dat zijn rijk loopt tot aan de oceaan. En hij bakent zijn roem af met de sterren. Die zijn rijk afbakend met de oceaan en zijn roem afbakend met de sterren. Dat afbaken hoef ik niet te herhalen. En zijn roem met de sterren. Dus zijn roem gaat hemelhoog, is de bedoeling. Hunc tu olim caelos polis orientis onustum. Dus hunc tu olim caelos polis orientis onustum accipies sicura. Even kijken, ik zei Sekura, klopt dat? Eventjes spieken. Functu alem kailos polis orientis onustum accipies Sekura. Accipies Sekura, hoe gaat hij verder? Accipies Sekura, vocabit, nee, zie je wel? Accipies Sekura klinkt leuk, maar als je dan doorgaat met vocabit, dat kan niet. Accipies Secura vocabitur hic quoque votis.
Weet ik even zo snel niet. Maar in de eerste zin gaat snel, gaat wel goed. Hunk duolim kai los polis orientis unustum. Hunk is een activus. Tu nominativus. Kai lo ablativus. Spolis ook. Orientis, genitivus. Onustum, activus. De zin loopt door, er staat geen komma, dus en jouw moment. Akibies is een PV. Segura is een activus. Nee, nominatief, sorry. Toe, jij, veilig. En aan de Sikura zie je dat het dus ineens een nominatief is. Dan kun je weer afvragen, klopt dat? Wie is die jij? Is dat een vrouw? Ja, dat is een vrouw, want het is Venus. Ik bedoelde dat die Sikura vrouwelijk was. Sikurus is mannelijk, Sikura is vrouwelijk. En Sikurum is onzijdig. En het gaat hier dus, die jij is hier een vrouw. Nou, dat klopt. Jupiter praat tegen Venus. Dus jij, veilig, of in de aantekening staat onbezorgd, zal opnemen. Nou, ik heb een lijn voor natuurlijk nodig bij opnemen, bij zal opnemen. En dat is dan hier de honk onustum. Hem beladen, deze, hem of deze, slash hem beladen. En verder heb ik eigenlijk niet nodig. Dus dan krijg je, jij zal onbezorgd hem beladen. Als er een participium is dat er vaak dat ergens mee congrueert, dan heb ik meestal de neiging om die eerst maar eens even achterin te zetten. Zeker als er nog wat woorden niet vertaald zijn. Want heel vaak hoort er iets bij zo'n bijvoegend naamwoord of zo'n participium. Hem beladen opnemen. Wat heb ik nog niet vertaald? De honk heb ik, de toe heb ik, alleen de olim nog niet. Jij zal ooit onbezorgd hem beladen opnemen. Ik heb verder nog niet de Kylo Spoliis. En Kylo is in de hemel. Oh, dat klinkt leuk bij opnemen. In de hemel. De hemel. Jij zult hem ooit beladen opnemen in de hemel. Dat klinkt goed. Beladen, Spoliis, Orientis. En Spoliis is buiten, Orientis van het oosten. Dus jij zal hem ooit onbezorgd beladen met buiten van het oosten opnemen in de hemel. Kijk, eerst de kernzin maken en daarna hou je nog een paar woorden over. Je kijkt wat die betekenen en je kijkt wat die het beste horen. En het Latijn geeft ook meestal wel een aanwijzing waar ze dan horen. Die olim staat aan het begin, dus dan moet je daar doen. Dit is een beetje lastiger. Maar die spolie staat wel dicht bij de onoestum. Maar die Kylo kan je van het eventjes in de war brengen. Maar het is natuurlijk in de hemel opnemen. Vocabitur is een PV. Hic is een nominativus. En votis is een ablativus. Deze of hij zal aangeroepen worden. De kernzin is dus hij zal aangeroepen worden. En we hebben nog een ook. Hij zal ook aangeroepen worden. Het is een mens, maar hij zal ook aangeroepen worden. In votis met gebeden. Behoorlijke eer voor een mens. Een vergoddelijkte figuur wordt het dus. Omdat men hem aanbidt. Aspera is een nominativus. Positis ablativus. Participium. Mitescent is een PV. Saicula nominativus. Bellis een ablativus. Goed. Mitescent was toch een PV. Je moet rood worden. Oké, de aspera saicula. De aspera moet je hier dan vertalen met eigenlijk hard, ruw, maar in de aantekening staat van geweld moet je het vertalen. Dus eeuwen van geweld, eigenlijk harde eeuwen, zullen, mitescere, het is weer een MK-stam, geen E-stam, zullen zachter worden.
Dus, eeuwen van geweld zullen zachter worden. Wat heb ik nog over? Toen, dus eeuwen van geweld zullen dan, klinkt leuk, zachter worden. En dan, bellies is oorlog en positief is neerleggen. Met neergelegde oorlogen klinkt stom, dus het zal wel een ablatief absolute zijn nadat de oorlogen zijn neergelegd, oftewel beëindigd. In de aantekening staat dat je dit moet vertalen met beëindigd. Eigenlijk betekent het neerleggen. Goed, die zin heb ik ook. Canavides et festa remo cum fratre Quirinus. Dus Canavides et festa remo cum fratre Quirinus. Ik heb wel gemerkt dat meestal staat een tweede helft van de zin is ongeveer de klemtoon altijd daar waar wij hem ook gewoon leggen. Alleen in de eerste helft van de zin zitten vaak gekke dingen. Dus Canavides et festa remo cum fratre Quirinus. Canavides en festa is een nominativus. Quirinus is een nominativus. Remo cum fratre is, ze hoort bij elkaar en is een ablativus. Hier heb je wel cum met een ablativus, dus het betekent samen met. Quirinus loopt door, er staat geen komma en je moment. Jura is een activus en dabunt is een pv. Elke zin heeft een pv nodig. Goed, de cana fides, de eerbiedwaardige fides, en Vesta en Quirinus staat er dan wel niet, dus zullen geven. Wat geven ze? Lijn voor bij geven is wetten. Je zou verwachten een dativus, maar die staat er niet in, dus die hoef ik niet te zeggen. Hoef ik niet aan te vullen hier, want dit is een hele grote voorspelling. Dus krijg je de eerbiedwaardige fides en Vesta en Quirinus, wel met hoofdletter natuurlijk, Quirinus zullen wetten geven. Dan heb ik alleen nog niet vertaald Remo cum fratre, samen met broer Remus. Ik denk niet dat het mooi is om dat daarachter te zetten. Het is leuk om te zeggen de eerbiedwaardige Fides en Vesta en Quirinus samen met zijn broer Remus zullen wet geven. Volgende zintje. Hoe was dat ook alweer? Jura dabunt die rai verret campagibus artis. Denk aan de illusie hier, verret. Claudentur belli porta. Ik weet even niet hoe die doorgaat. Claudentur belli porta furor impius intus. Claudentur belli portai furor impius intus. Ja, zo zit die. Claudentur belli portai furor impius intus. Dirai is een nominativus. Ferro is een ablativus. En compagibus artis ook. Claudentur, de zin loopt door. En jabament. Claudentur is de pv. Belli, portai. Belli is een nominativus. Genitivus. En portai is de nominativus. En heel grote hyperbaton. Bellai, dirai, portai. De verschrikkelijke poorten van de oorlog zullen gesloten worden. En ferro et compagibus artis staat voorvertaald in de aantekeningen. Dus dan krijg je de verschrikkelijke poorten van de oorlog in hun stevig ijzeren frame. Vrije vertaling dus van ferro et compagibus artis zullen gesloten worden. En dan, furor, de razernij die altijd tekeer gaat in de oorlog. Furor impius is een nominativus. Intus is een bijwoord.
Eindjambement, er staat geen komma, er is in dit zinnetje nog geen pv, dus de zin loopt door op de volgende versregel. Saiva is een activus. Sedens, nominatus. Superarma, activus door de super. Vinctus, nominatus. Aenis is een ablativus. Kan ook een dativus zijn, maar zoals gezegd, een dativus komt niet zo vaak voor. De zin loopt nog door. Weer een enjambement. Post tergum is een activus. Nodis ablativus. Fremet pv. Daarom is het ook belangrijk dat je de hele zin eruit leest, want de pv staat vaak achteraan. Horridus nominativus. Urquento ablativus. Oké, de furor impius, de goddeloze furor. Furor. Sedens, zittend. En gebonden zijnde. Fremet, zal. Horridus, huiveringwekkend. Brullen. Huiveringwekkend heb ik hier als predicatief vertaald. Het is eigenlijk de huiveringwekkende furor. Maar je kunt een zo'n bijvoeglijk naamwoordje wat duidelijk iets zegt van de persoon en van het ding, van het werkwoord, mag je ook als een bijwoord vertalen. En dat heet dan predicatief vertalen. Soms ga je bij predicatief vertalen het woordje als toevoegen, maar soms mag je dus een bijvoeglijk naamwoord een bijwoord maken. En dat is dan ook predicatief. Gebonden zijnde is een passieve vorm, dus daar wil ik eigenlijk graag wel een door bij hebben. Dus een aanvulling bij passief gebonden zijnde, daar verwacht ik eigenlijk waardoor dan. Nou, het staat in de buurt, de vinctus aenis, en aenis is brons en dat congrueert met nodis. En dat zijn ketens. Dus bronzen of metalen ketens. Dus gebonden zijnde door metalen ketens. Je kunt ook zeggen met metalen ketens, maar gebonden zijn. Bij een passief heb ik graag een zinnetje met door. En wat heb ik verder? Dan krijg ik dus eerst de kernzin, waar ik straks nog weer wat mee ga prutsen, om de alle woorden te vertalen. De goddeloze voorhoor, zittend en gebonden. Zijnde kun je vaak weglaten, dan gaat het goed in de zin. Dus en gebonden door metalen kettingen. Metalen ketens, zal huiveringwekkend brullen. Leuke zin, maar ik heb nog niet alle zinnen vertaald. Oké, intus. Intus is daarbinnen. Dus de goddeloze zittend, had ik gezegd. De goddeloze furor zittend, daarbinnen zittend. Kijk, daar staat hij ook vlakbij in de buurt. Daarbinnen zittend. Zittend. Dan heb ik saiva sedens super arma. Super is bovenop en saiva arma zijn woeste wapens. Dus zittend, het hoort bij dat zitten, zittend bovenop. Ik weet zeker dat die woeste wapens daar dus bij horen, want kijk maar, sedens staat tussen saiva en arma en die congueren met elkaar, dus sedens hoort daar ook bij. En gebonden door, de kentum heb ik nog niet, dat zullen wel 100 metalen ketens zijn. Zal huiveringwekkend brullen. En dan heb ik verder alles vertaald behalve ore cruento. En dat betekent met zijn bebloede gelaat. En dan heb ik alles. En dat was het stukje van dit hoofdstuk. Ik hoop dat dit allemaal duidelijk geworden is hoe je het moet doen. Ik hoop dat dit een aanpak is waar je iets aan hebt. Dus eerst de kernzin bepalen. Door eerst onderwerp en persoonsvorm te vertalen en dan te denken wat heb ik nodig bij dat onderwerp en persoonsvorm. En als je dan je kernzin hebt, ga je daarna alle woorden die je nog niet vertaald hebt een plaatje geven binnen die kernzin. Zonder de kernzin noemenswaardig te veranderen. Ik zie jullie graag de volgende keer.